Welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan lekker Minecraft spelen. We zijn hier weer lekker in ons huisje. Vorige aflevering zijn we natuurlijk naar de Nether geweest. Wat niet helemaal lekker ging. Vandaag wil ik mijn villager training hall gaan afmaken. Ik heb natuurlijk vorige aflevering ook terracotta gehaald. Zoals je kan zien heb ik best wat. Ik heb birds gehakt, ook op stream een beetje. Ik wil mijn huis misschien ook gaan maken, maar het probleem daarvan is dat we nog geen bee stuff hebben. Want ik wil het gaan... hoe heet dat nou? Gaan waksen, maar ik heb geen beehive shit. Ik heb een shears nodig. Waar ik dus achter kwam in mijn design voor mijn training hall, is dat die niet helemaal lekker is voor het dak. Want ik wil, wou, was de planning om een beetje hetzelfde soort dak te doen als op mijn eigen huis. Alleen het probleem is dus dat ik er niet over na heb gedacht dat hoe ik hem nu heb, dat dak heel kut gaat zijn. Dus ik heb mijn design ietsje aangepast, dus dat moeten we heel even gaan doen. Het wordt vandaag dus echt een bouwaflevering. We gaan dat doen. Ik wil misschien ook even de vloer in mijn... Oh, hallo lag. In mijn basement eindelijk een keertje fixen. Maar ik weet niet of ik alle materials die ik daar wil gebruiken heb. Dus moeten we even checken. In ieder geval, we moeten dit dus ietsje verkleinen. Op zich is dat nog steeds wel genoeg. Ik bedoel, we hebben niet zoveel villagers nodig. Denk ik. Het enige is wel dat ik dit allemaal gefixt had qua hokjes al. En dat, ja, dat kan dus allemaal weg. Maar goed, dat gaan we even doen. De aankomende zaterdag trouwens komt een extra nieuwe mini-serie. Mini. In ieder geval een nieuwe Minecraft-serie op mijn kanaal. Want ik was natuurlijk namelijk... Ik zat er een keertje aan te denken van... Ik ben wel nieuwsgierig. Als we dus in een wereld één kant op gaan vliegen. Echt gewoon één kant. Voor like miljoenen blokken. Wat kom je tegen? En... Ja, wat is er aan het eind van de wereld in Minecraft? Dus ik ga daar vanaf aankomende zaterdag. En dan ga ik... Het zal niet elke zaterdag worden, dat zeg ik je alvast. Maar om de zoveel... ik wil proberen om om de week een upload ervan te doen. Ik wou het eerst in één als een extra video uploaden. Maar gewoon omdat ik dan zoveel materiaal in één video moet gaan editen. En ik daar op dit moment al aardig veel moeite mee heb met mijn... celebration streams en zo die ik nog steeds moet editen. Dacht ik dat het een beter plan was om gewoon te zeggen. Ik ga daar gewoon een kleine miniserie van maken. Ik hoop dat jullie dat ook leuk gaan vinden om naar te kijken. Het wordt worden hele andere video's dan normaal natuurlijk. Want het wordt echt gewoon... Ja, we gaan letterlijk gewoon vliegen. En dan gaan we gewoon kijken wat we tegenkomen, basically. Maar ja, ik was er dus mee bezig met opnemen van de week. En oprecht vind ik het best wel leuk om op te nemen tot nu toe. Het kan zijn dat straks als ik er lang mee bezig ben, dat ik denk van... Oh, zijn we er al? Maar voorlopig vind ik het wel erg leuk. Zo... Nu heb ik mezelf weer opgesloten. Dat is niet handig. Het enige wat het vervelendste nog gaat zijn... is om al die villagers op te sluiten en zo. Maar ja, dan moet ik gewoon even Minecraft cards fixen, denk ik. Hallo? Oké. Oké, makker.
Oké, dit is even hoe ver ik kom met de hoeveelheid spruce die ik heb. Ik had niet helemaal goed uitgerekend hoeveel spruce. En we hebben dat ook nog niet meer in mijn huis liggen. But that's okay. We kunnen wel even een, like een begin maken aan. We kunnen aan het dak gaan werken. Hebben we hier dark ook? Nee, oké. Moeten we even dark ook fixen? Dat had ik wel gehakt, natuurlijk. Ja, dat is wel genoeg. Misschien moet ik ook nog even een extra X maken, want die van mij is alweer bijna stuk. Koper is klaar met smelten. Beter. Oh, fuck. En dan leg ik natuurlijk mijn iron weg. Wat ik zojuist gepakt heb. Slim. Wel lekker bezig. Oké, daar we go. Let's go make a roof. Ik neem dirt mee als ba building blocks. Ik nog gewoon. Plop, plop, plop. There we go. Hallo? Nee. Kijk, daar gaat mijn ding. Misschien had ik gelijk dit moeten doen. We need to sleep, sleep. Oké. Laten we lekker gaan bouwen, jongens. Nice. Oké, dit is dus de eerste helft. Dit is echt zo'n typisch gevalletje van expectations versus reality. Yep.
We hebben denk ik wel iets meer terracotta nodig, maar dat kunnen we straks wel fixen, want ik had nog meer over. Ik had dat alleen nog niet rood gedyed, maar dat komt zo wel. Nou, het grootste gedeelte van het dak zit erop. Er moet alleen nog een lijntje upstairs daaronder. Dat fix ik straks wel. Eerst hebben we de dirt. Oh. En we moeten weer met onze handjes gaan hakken. Oh fuck, ik had. Oké. Let me go up. Die stukken stront op mijn dak, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat kan natuurlijk niet, zo. Moet je nagaan, jongens. Onze training hall is gewoon eerder klaar dan mijn eigen huis. Hoe ironisch is dat? Nou ja, hij is natuurlijk nog niet af, maar. Ah, ik heb jeuk, joh. Ik heb een mug gebult. Shit. Maar je snapt wat ik bedoel. I mean, er zit al meer dan een dak op dan op die ander. Hoe had ik dat weer bedacht? Volgens mij met planks, dacht ik. Oké, ik moet wel even een stukje dirt. Oh shit, ik moet natuurlijk ook spruce. Fuck, hebben we geen spruce? Oh. Nou ja. Nou ja, de rest van de spruce doen we dan later wel. Ook. Oh. Birch. En er komen nog ramen in, no worries, jongens. Oh, fuck. Denk, hoe had ik ook weer de ramen bedacht? Volgens mij had ik bedacht om hier gewoon één raam te doen. Zoiets. Oh no, creeper. Ik ga dat heel even checken. Oké, gewonden. Sowieso. Maak ik hier even een lijntje zodat we kunnen lopen. Al moet ik die misschien wel eentje lager doen. Aangezien we die laag ook moeten. Klote creeper. Oh mijn god. Was ook niet heel lekker gespeeld van mij natuurlijk, maar toch. Blame it on the creeper, oké. Okay? Another one.
There we go. Dirt. Gelukkig hebben we heel veel dirt gehakt. Weet je wat me trouwens ook een, gewoon een beter plan lijkt? Moet er trouwens ook nog even wat verlichting fixen in dit stuk. Voordat er straks hier creepers gaan spannen. Oké, okay, en dan is op magische wijze het zo goed als gefixt, behalve dit dingetje. Ja. Maar dat komt wel. Oké, okay, plan was... was als volgt. Shit. Ik wou al zeggen. Heb ik nog een crafting table? Zou mijn crafting table... Heb ik mijn crafting table eigenlijk opgepakt? Staat hij nog... op het dak? Goeie vraag. Oké. Okay. Mijn eten is ook gewoon bijna op, joh. Oké. Okay. Dus, dit is het plan. En dan heb ik alleen nog dark oak shit nodig. Hebben we nog dark oak? Ja, oké, okay, top. En ik heb nog veens nodig, maar dat doen we straks wel. Want ik had het als volgt gedaan, zo. Ik had hier dus een soort dit gedaan. Voor een mooi ja, voor een patroontje. Alleen, ik had hem niet zo gedaan, wacht even. Ik had hem zo gedaan. Zo, zo, zo. Want dan kwam het mooier uit. Yes. Kijk. Er komt daar dus een raampje in. Dus dat gaan we even pakken. Een raampje pakken. Pak ik ook gelijk. Wat extra dark ook. Glance. Hier. Meer dan genoeg. Oh, het ziet er wel echt dope uit. Ik vind het er echt leuk uitzien van zo'n afstandje, joh. I like it. Oh, ik had ook een spruce log willen meenemen. Nou ja. Want ik heb een heel klein beetje spruce nog in mijn kisten zitten. Nou ja. Komt dan straks wel.
Waarschijnlijk doe ik dat dan even na de opnames. Nou, dan gaan we alles met de hand hakken. Hallo! Oh, mooi. Zo, en dan is in principe de hele buitenkant van het huis af. Behalve die ene pilaar natuurlijk, omdat die stinkcreeper het heeft ontploft. Maar dit is dus onze trading hall. Ik weet dat er zitten natuurlijk nog een paar gaten in vanwege dat we nog geen spruce genoeg hadden, maar dat komt nog wel. Ik vind hem oprecht best wel dope uitzien. Oh, dat is de verkeerde knop. Wauw, dat was niet de bedoeling, maar het werkt. Ik wou dat niet, ik wou... nee. Dit doen, maar... It's okay. We kunnen nog wel even een beginnetje maken aan wat villagers verplaatsen. Moet ik even oh fuck, dat was niet de bedoeling. Even mijn zak legen. En dan kunnen we dat wel eventjes doen. Zo, oké. Okay. Zak is geleegd. Ik moet zo even kijken of we nog wat eten hebben. Hier hebben we wat rails en een minecart. Hier zat volgens mij nog wel wat egen in. Ja, we kunnen wel wat kippies meenemen. Oké, let's go. We hebben nog een spruce log gevonden. Kunnen we in ieder geval even dat gat aan de onderkant van een ding fixen. Want dat is eigenlijk hetgene wat mij het meest irriteert. Natuurlijk, die andere gaten zijn ook niet echt chill. Maar oké, we moeten wel even één de deur eruit hakken. Zo. Ik wil... Ik ga gewoon achterin beginnen. Sowieso omdat die hokjes al helemaal klaar zijn. We beginnen gewoon met deze. Alleen even kijken wie we er als eerste in gaan zetten. Misschien een farmer. Dat we bijvoorbeeld dit doen. En dan hopen dat hij naar zijn composter loopt. 1 hour later. Ja, lekker bezig, gozertje. Ben jij de... Ja, oké. Oh, fuck. Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Vooral dit hoekje. Oké. Gozertje. Gezellig, je zit daar. Dan. Oké. Okay. Hij suffocated alleen in de muur. No problem. Daardoor kreeg hij damage. Niet omdat ik hem sloeg. Dan kunnen we dit dingetje. Kijk. There we go. En dan wil ik gelijk die tegenover ook gewoon een farmer zetten. Ik moet straks echt even een lichtsysteem bedenken. Ik hoor een zombie. Oké.
He's dying. Farmer Dasu. Oh fuck, dat was niet de bedoeling. Volgens mij is trouwens de beste manier, weet ik niet helemaal zeker, om dit te doen, wacht. Zo. Want een villager moet dus in een car komen, zeg maar, die rijdt. Dat is het ding. Waarom zit die farmer helemaal daar? Ik moet hem even lokken met zijn composter, denk ik. One eternity later. Ja, kijk! Wat een man. Wacht. Even die kant om. Fuck. Wacht even, dit is kut. Oké, okay, never mind. Het is niet zo kut. Ozer, go. Dus dat ik niet nog een Minecraft had, anders had ik hem gelijk erin gezet. You're going on an adventure. There we go. Wacht, dit is niet die farmer die ik al had. Ah. Want dit is beetroot en dingen. Wat heb jij? Carrots. Ik wil het liefst carrots en potatoes als het kan. Ik weet niet of dat kan, maar kunnen we even checken. A few moments later. Doe maar wheat en potatoes dan. Prima. That's fine. Moet ik hem even trade lokken. Ja. Kunnen we in ieder geval potatoes bij hem ruilen. Dat is sowieso wat chill. En bij jou dus weed en beetroots. Dan moeten we er sowieso nog eentje hebben voor carrots. Voor het mooie. Ik kan wel even een composter fixen. Ik weet niet of er hier nog één staat ergens. Laat ik daar eens even naar kijken. Denk het niet om eerlijk te zijn. Meestal zijn er twee. Nee, oké. Okay. Wat ben jij eigenlijk? Niks, oké. Okay. Heel veel jobloze mensen nog. Go, my villager. Wie wil er een farmer worden? 1 hour later. Kom maar, farmer. You wanna be a farmer, man? No? We hebben wel een nieuwe farmer, zie ik. Maar waarom kom je niet naar je job, gozer? Die farmer, man. Oeh. Kom, gozer. Oké, okay. Ik ga die composter pakken. En dan ga ik hem proberen te lokken. Kijk of dat werkt. Gozer, wat ben je aan het doen? Hé, broodjes. Farmer man. Kom. Kom, gozer.
Oké, top. Thanks, makker. Nee, gozer. Je moet de andere kant op. Lekker bezig, makker. There you go. Enjoying yourself. Kan met jouw potatoes. There you go. Kijk. We hebben 3 farmermakkers. Lekker. Ik vind het best wel een goed begin. De rest, ja, we kunnen nog wel even kijken of we die librarians kunnen verplaatsen. Ik weet alleen niet of ik genoeg rails daarvoor heb. Maar... Oh! Nee, ik dacht even dat die erin zat. There we go. Oké, dat is 1. You're going on an adventure. Oh, you're going to Ibiza. Oh. Oh shit. Ja, ik ben vergeten om dit spoor te verleggen. Ik denk dat ik hem hier wil hebben. En dan wil ik de volgende hier. Want dan kunnen we hier nog eventueel een extra farmer doen. Ik weet niet of ik dat wil, maar... Zo. Yes. Lekker bezig, makkertje. Weet je, als we toch zo lekker bezig zijn, laten we die laatste ook dan nog even verplaatsen. Nee! Gozer! Nou ja. Ook prima. Ga jij er maar in dan. Nee, wacht, wacht. Stop, stop, stop. Oké, wacht. Als we jou dan hierheen zetten. Dan maken we van jou gewoon de nieuwe, nog een extra farmer. Maar dit was niet de bedoeling, makker. Was niet de bedoeling. Oh my god, nee! Oh shit. Ozer, kom. Oh shit. Fuck, sorry. Oké. Okay. We gonna do this. Hoe we dit ook met de farmers hebben gedaan. We got this. Fuck, mijn ding is stuk. Oké, okay, dus we zetten deze daar. Minecart hier. En dan hopen dat hij deze kant op komt. Maar volgens mij is het... Het town meeting tijd. I don't need you! Fuck, sorry. Waarom gaan er de hele tijd andere villagers in die ik niet erin wil hebben? Oké, gozer, ga even naar je werk of zo.
Ik zag er nog drie, dat er nog drie villagers liepen. Oké, er was iets fout gegaan. Tijdens de opnames kwam ik achter. Gelukkig kwam ik er nog een beetje op tijd achter en niet pas tijdens het editen. Ik weet dus niet precies wat jullie hebben gezien. Ja, hij is ergens uitgevallen tijdens het struggelen met de villagers, denk ik. We hebben in ieder geval de twee mending villagers overgebracht. Ik kan wel even laten zien. Want anders, ja, het is toch zonde als jullie de volgende aflevering kijken en ik zeg er niks over. En dan denk je van, what the fuck. Oké, we hebben dus nu drie farmers. Dit is natuurlijk de farmer die we al hadden met wheat en beetroot. We hebben hier een farmer met wheat en potato. En een carrot en beetroot. We hebben hier nog één mending villager. En twee mending villagers. We kunnen op zich nog wel even een bookshelf kopen. Gewoon voor de gezelligheid. Want voor de rest hebben we niks om te traden eigenlijk. Maar dat hebben we dus gedaan. We hebben natuurlijk het dak. Maar dat hebben jullie als het schoon kunnen zien. Ja, het is een beetje jammer. Mijn OBS is een beetje raar de laatste tijd. Ik ga het even aankijken. Als het blijft doen met lange opnames, dan zit ik er een beetje aan te denken om misschien een normaal OBS te gaan gebruiken. Moet ik even kijken. In ieder geval, ja, het is een beetje jammer. Want het was best wel leuk. Het struggelen met de villagers. Er zat best wat humorstukjes in. Maar helaas had hij er geen zin in om volledig op te nemen. In ieder geval bij deze. Dit heb ik gedaan. Ik heb natuurlijk die villager overgezet. Als het goed is hebben we nog twee villagers rondlopen die nog geen baan hebben. Als het goed is. Ik kan wel even checken. Hier loopt er één. En daar loopt één. Dus onze lijnen zijn er nog twee. Die gaan we in een hokje stoppen met z'n tweeën later. En dan gaan we die gebruiken om de villagers te breeden. Zodat we nog meer kunnen krijgen. Dus ja, dat is in ieder geval wat we gedaan hebben vandaag. Op het laatste stukje dat jullie niet hebben kunnen zien. Want het bouwen en zo hebben jullie gewoon kunnen zien natuurlijk. Dus ja, in ieder geval jongens. Beetje jammer dat het zo is afgelopen. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat dan zeker een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Bye!